Ja, ik denk dat ik vooral de krachten ook tekort kom die ik verlies met twee keer de materiaalpost in te moeten gaan. Ik had gekozen voor een speciale tube, waarvan we de nopjes iets lager hadden gemaakt, omdat ik toch vond dat er redelijk wat asfalt was. Maar dat was niet voldoende met de regenval en de gladheid die het parcours momenteel meebracht. Het was op de limiet, maar er staat toch wel wat wind op die lange stukken. En als je dan daar op de limiet gaat, dan vallen die lange stukken eigenlijk tegen. En, ik denk dat ik de juiste persoon mee had, maar hij reed gewoon te rap. Ik denk dat hem dan ook nog eens de snelste ronde reed. Dus hij had nog een antwoord klaar zitten op mijn inspanning en ik kon ze niet doortrekken. Matthew